Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. Dat is Astrid de Groot. Astrid, van harte welkom. Dank je wel. Forum voor Democratie. En jij bent eigenlijk lijstduwer van die partij, hè? Ja, klopt. Op welke plaats sta je? Ik sta op plaats nummer 20. Hey, en eigenlijk het laatste half jaar daarbij betrokken, hè, bij die politieke partij? Ja, sinds november zo'n beetje. Ja. Dat is dus hard gegaan, politiek betrokken geraakt. Hoe is jou dat bevallen? Heel goed. Het is als een warm bad in die partij. Mooie mensen. We leren veel iedere dag van de anderen en van elkaar. Veel ondernemers, hoogleraren op de lijst. Waardoor je een prachtig programma hebt. En wat je dus ook echt prachtig kunt presenteren in deze campagne. Maar even terug naar jou als persoon. Eigenlijk helemaal niet met politiek bezig geweest. Maar je had zoiets van, goh, er moet wat gebeuren in de maatschappij. En toen kwam jij bij Thierry Baudet uit. Ja, wij, mijn man en ik waren op een avond bij Thierry in Nijmegen. Waar wij verrast waren door zijn programma, door zijn, vooral zijn energie. Want dat mis je in de politiek, vind ik. En we hebben hem toen uitgenodigd voor een avond in Tiel. En daarna kwam vrij snel de vraag van Thierry of ik op de lijst wilde staan. Zo is het eigenlijk gekomen. Nou. Hey, en in de tussentijd, dus in die paar maanden, heel wat geleerd. Geef je zelf al aan. Als je nou kijkt naar de politiek, hè, wat valt jou dan het meeste op in zijn algemeenheid? Dat het zo saai is. Het is erg saai en mensen die hebben geen idee waar ze op moeten stemmen. Er is geen verschil of je nou op VVD stemt, op PvdA of D66. Je krijgt toch allemaal dezelfde politiek. En dat is wat mij ook stoort. Maar het is het land van de compromis, hè? Het is geven en nemen. Ja, natuurlijk. Eventjes dan een kritische vraag. Als Forum voor Democratie in Den Haag terechtkomt met 1, 2, 3 of misschien wel meer zetels... Mm-hmm. Dan ben je ook onderdeel van dat spel. Ja, natuurlijk. Alleen wij zullen niet zo snel compromissen sluiten op grote items... En wij zien het ook als nu naar binnen komen. We staan continu op 2 zetels in de peilingen, maar we hopen dat dat al 5 tot 8 worden. Want op internet kun je niet echt peilen, dus hopen we zijn heel benieuwd. Hopen mogen we allemaal. Ja, precies. Nou, maar ik denk ook echt wel dat dat gaat gebeuren. Dat heb je bij Trump ook gezien. Iedereen in de peilingen zei het wordt hem niet. En toch uiteindelijk de online campagne heeft hem... Maar goed, 2 zetels is natuurlijk ook al niet verkeerd. Niet verkeerd. En ja, onze plannen, ja, wij zeggen we're here to stay. We komen binnen en we gaan onze plannen langzaam doorvoeren. En of dat nou, als je 20 of 30 jaar verder kijkt, dan zullen wij er nog zeker zijn. Die plannen, om dat dan te veranderen, om het minder saai te maken en niet alles eruit pikken, maar hoe gaan jullie dat doen qua systeem? Wij starten met het partijkartel aanpakken. Dat is een mooie kreet, hè, die door Thierry is bedacht. Wat houdt dat precies in? Nou, je moet je voorstellen dat sinds de jaren 60 hebben we een partijenstelsel in Nederland. En daar zwemmen zo'n beetje 10.000 mensen in Nederland in rond. En dat zijn mensen die zijn vanaf hun 20ste al in de politiek. Staan niet met hun voeten in de klei, zoals we dat maar netjes zeggen. Die gaan gelijk die politiek in en die gaan rond in dat baantjes-carousel-verhaal wat wij presenteren. Dat betekent dat je mensen krijgt die denken dat alles om Den Haag draait. En het draait om heel Nederland. We draaien hier in alle provincies hard mee. Daar komen ook hun stemmers vandaan. Je ziet ook nu alleen voor de verkiezingen dat al die politieke kopstukken nu de provincie inkomen. De rest van de 4 jaar zie je ze niet. En daar draait het om. De Nederlander moet veel meer betrokken raken bij de politiek. Ja, dat is mooi gezegd, maar ja, hoe dat te bewerkstelligen? Hoe we dat gaan doen is door eerst dus te zorgen dat we het kartel doorbreken door... te zorgen dat er nieuwe mensen uit de praktijk in Den Haag terechtkomen. Nou, waardoor de zaak opgeschud gaat worden. Maar dat is natuurlijk bij andere partijen toch ook al wel, dat mensen uit de praktijk in de Kamer zitten. Ik kan ze niet opnoemen, het spijt me. Oké, ja, ik wel, maar goed. Oké, dat is... Ik heb ze nog niet gevonden. Mm-hmm. Bij ons zijn het allemaal mensen uit de praktijk. Dus daar draait het naar ons idee om. Maar wat wij ook vinden is, wij kijken naar andere landen. Kijk bijvoorbeeld naar Zwitserland. Als je in Europa een enquête doet van welke mensen in welk land weten, hebben het meeste kennis bijvoorbeeld van Europa of van politiek, dan zijn dat de inwoners van Zwitserland. Hoe komt dat? Omdat we daar 4 keer per jaar hebben de Zwitsers een referendum. En dat referendum kan over van alles en nog wat gaan, natuurlijk wel belangrijke zaken. En het mooie wat je daar ziet is dat mensen veel meer betrokken zijn bij de politiek. Ja, want dat zie je bij de referenda die tot nu toe gehouden zijn, opkomst is laag, hè?
Ja, de opkomst is laag, maar de informatievoorziening is natuurlijk ook bewust laag geweest vanuit Den Haag. Mm-hmm. En laten we eerlijk zijn, de niet-Semmers krijgen gewoon weer gelijk. Want door het kabinet is het hele het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld is gewoon belachelijk gemaakt. Ze hadden gewoon de volgende dag kunnen zeggen, het is geen bindend referendum, we doen het wel of we doen het niet. Maar nee, we zijn nu al een jaar lang bijna aan het lijntje gehouden. En dat is wat ons stoort. Het was geen bindend referendum, dat weten wij ook. Maar je had wel de volgende dag of in de week daarna een goede uitspraak kunnen doen. En dat hebben ze echt nagelaten. En daarmee hebben ze het fenomeen referendum echt om zeep geholpen. Is dat ook een reden dat politiek zeg maar niet meer serieus genomen wordt door de gewone burger? Ja, en dat is iets waar ik dus me enorm aan stoor. Mensen die gewoon niet meer gaan stemmen en wel heel veel commentaar hebben. Je moet je als burger ook realiseren dat je een taak hebt. Dus ga alsjeblieft naar die stembus. Wij zijn democraten in hart en nieren, dus het maakt me niet uit waar je op stemt. Ik hoop op mij of op mijn partij natuurlijk. Logisch. Maar verdiep je erin en weet dat je stem echt een heleboel waard is. Even terug naar die referendum, of referenda, als het mm-hmm. er meerdere zijn. Hoe ga je dat precies doen in de praktijk? Ik bedoel, moeten mensen dan altijd naar de stembus of zijn daar andere wegen voor? Nee, er zijn heel veel wegen natuurlijk, ook in online tegenwoordig, waarin je stemmen kunt uitbrengen. Dat zie je nu ook, dat de peilingen worden ook allemaal online gedaan tegenwoordig. Dus dan kan het wel. En dat kun je goed verdedigen en goed opzetten, dat de mensen niet per se naar de stembus hoeven. En daar doen we natuurlijk groot onderzoek naar, om dat zo voordelig en snel mogelijk te kunnen laten verlopen. Want daar moet je natuurlijk voor gaan, dat het makkelijk gemaakt wordt om te stemmen met een referendum. Hey, nou is aanstaande woensdag de 15. Er zijn die verkiezingen. Wat ga jij dan die dag doen? Ik ga naar Amsterdam. En dan gaan we waarschijnlijk een feest vieren met Thierry. Om te kijken van nou of we inderdaad in die Kamer terecht zijn gekomen of niet. Ja, natuurlijk. Ja, en dan vervolgens? Vervolgens, ik sta natuurlijk op plaats 20. Dus voorlopig 2 zetels. Mm. Maar heb je er bewust voor gekozen om relatief laag op die lijst te staan? Ja. Ja, zeker. Want je hebt ook nog een eigen bedrijf? Ja, wij zijn echt. Ik ben zelf geboren en getogen in Tiel. Mm-hmm. En mijn hart ligt natuurlijk ook in Tiel en bij het bedrijfsleven hier. We hebben ook een bedrijf en dat moet natuurlijk ook gerund worden. Ja, mooi om te zien, hè? Een verontruste burger uit Tiel. Die zich dan, die zegt, ik ga ermee aan de slag, ik ga het doen. Ja, precies. Het is voor mij echt een bezieling, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik denk dat wij, mijn man en ik, in de tijd dat Pim Fortuyn er was, heb ik me eigenlijk pas na zijn overlijden zijn boeken gelezen en me geïnteresseerd voor zijn ideeën. En ik vond het ook heel mooi dat het AD deze week dat schreef. Die was een dagje met Thierry op pad geweest. Mm-hmm. En die zeiden dus ook dat Thierry de enige mogelijkheid is om het werk van Pim Fortuyn af te maken. Ja, en daar geniet ik wel van. Ja, dat is logisch natuurlijk. Hey, even over die verkiezingen heen stappend. Wat dan? Precies. Nou, we hebben het idee is binnen onze groep. We zijn natuurlijk een hele verse partij. Dus, mm-hmm. Ja, voor jou allemaal nieuw, leuk. Allemaal nieuw, maar voor bijna iedereen die aangesloten is. En wij hebben met elkaar gezegd van de mensen die in de Kamer zitten straks, want dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren, die hebben natuurlijk mensen nodig die adviseren. Mm-hmm. En mijn taak binnen de groep is midden-kleinbedrijf en dan vooral op de bouw, infra en agrarische sector. Goed, dat is nog steeds allemaal landelijk. Heb je ook lokale of regionale ambities? Misschien jij zelf persoonlijk, maar of de partij, zijn er al denkbeelden over? Er zijn echt nu al mensen die zich aanbieden om volgend jaar in Tiel aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te gaan doen. Dat ben ik zelf niet, maar er zijn dus mensen die dat heel graag willen gaan oppakken. En, dus die verkiezingen hoe ver is dat? Is dat al in een vergevallen stadium of is dat nog zeg maar oriënterend? Nou, onze partij is volgens mij in oktober jongstleden opgericht. Dus dat komt na de verkiezingen dat we dat gaan opzetten, maar dat gaat zeker gebeuren. Ja. Dus Forum voor Democratie gaat ook mee doen aan de lokale verkiezingen. Dat ja, zeker. Dat gaat zeker gebeuren. Als je kijkt nu in het land zijn er ruim 600 vrijwilligers bijna dagelijks bezig om te flyeren, om promotie te maken voor de partij. Mm-hmm. En dat is een ongelofelijke
organisatie voor ons als nieuwe partij. Andere partijen hebben dat natuurlijk staan. We hebben ook geen geld, hè, want dat is wel leuk voor de mensen om dat te weten. Mensen die in de Kamer zitten nu, partijen, bijvoorbeeld de VVD, hè, die noem ik dan even omdat ik dat weet, maar alle partijen doen eraan mee. VVD heeft 4,5 miljoen per jaar om campagne te voeren. Dus die advertentie die in de krant staat, die wordt met ons belastinggeld betaald. Ja. Hè, en ja, als ik dat dan zeg, dan krijg ik terug van ja, luister even, maar jullie zijn heel gevaarlijk, want jullie krijgen geld van Poetin. Dat wordt dan hard geroepen. Waarom? Ja, dat ze leggen ons met onze link natuurlijk naar Rusland toe, leuk en aardig. Maar dat slaat helemaal nergens op, want we hebben gewoon geen geld. Wij moeten schooien om geld. Ja. En maar gaat ons, jullie goed af, hè? Dat gaat ons heel goed af. De Forum is overal, die, is overal wel te zien. Ja, ja, gelukkig wel. Dus dat is top. Ja. Hey, die regio Rivierenland, heb je je daar ook al in verdiept inmiddels? Ja, ja, dat komt vanzelf. Kijk, je moet je wel zien dat het belang van de nationale regering, hè, in Den Haag, dat heeft ontzettend veel invloed op wat er natuurlijk in de regio gebeurt. Ja, want er komt geld vandaan. Daar komt het geld tenslotte vandaan, maar ook de plannen die gemaakt worden. Afgelopen week heeft bijvoorbeeld de VVD een mooie bijeenkomst gehouden over de portalen die op de A15 komen. Mm-hmm. In theorie is dat natuurlijk fantastisch. Zowel lokaal moet je je daar hard voor maken, maar ook landelijk. Hè, ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook absoluut. Mm-hmm. Alleen dan denk ik bij mezelf, ik las een stuk in Elsevier afgelopen week. En dan kijken we naar de portalen. We gaan natuurlijk voor een verbreding van de A15. Want straks wordt die in Bemmel wordt die verlengd. En dan wordt het hier alleen maar het probleem groter. Dus we hebben dan portalen waar we blij mee zijn om ongevallen te voorkomen. Maar tegelijkertijd wordt die niet verbreed en staan we nog steeds vanuit de file naar de portalen te kijken. Ja, maar je zult zelf gaan merken als je eenmaal in die politiek zit, dat besluitvorming natuurlijk niet vandaag op morgen gerealiseerd is. Precies, dat moet ook regionaal moet dat goed aangepakt worden. En dan als nationaal meewerkt gaat dat goed. Alleen wat ik dus ook lees, Elsevier deze week, u kunt het allemaal nalezen. VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ook de ChristenUnie hebben dus hun partijprogramma's door laten rekenen. En een van de zaken die ze daar aangevoerd hebben bij het Centraal Planbureau is dat zij alle 30 regionale ziekenhuizen hun eerste hulppost willen afpakken. Dat is een enorme besparing. Dat heeft niks meer met die A15 te maken, toch? Heeft niets meer met die A15 te maken. Ja. Maar wij proberen dit gebied op een hoger niveau te krijgen. We zijn trots op onze Betuwe. En een aantal zaken moeten dan heel goed gebeuren. Dat is goed vervoer, een goede snelweg. Hè, daar begint het mee. Mm-hmm. Maar onze zorg moet ook goed geregeld worden. En we hebben natuurlijk te investeren in ons bedrijfsleven, woningbouw, scholing. En we zijn hard daarmee aan het werk. Dus je maar als zegt de overheid, eigenlijk, regio Rivierenland, investeer niet af. Zorg niet alleen ervoor dat die A15 op de kaart komt, maar kijk ook naar de gezondheidszorg in deze regio. We hebben met de BIS hier in Tiel hebben we een prachtige rondleiding gehad in het ziekenhuis. Een van de belangrijkste dingen voor de directie van het ziekenhuis is dat ze die EHBO-post behouden. Ze krijgen simpelweg geen patiënten meer binnen. Het is de doodsteek voor het regionale ziekenhuis. En dat weet de politiek in Den Haag ook. Alleen er wordt wel een plan gepresenteerd. En daar stoor ik me dus mateloos aan. Een van de dingen waarom ik in de politiek ben gegaan is omdat ik me voor de gek gehouden voel. Ik heb het idee dat er niet naar ons geluisterd wordt. En nu zie je al nog voor de verkiezingen, niemand spreekt erover. Over dat verhaal van die regionale ziekenhuizen. En ik kan me daar enorm boos over maken dat we ons niet realiseren dat we nu al voor de gek gehouden worden, nog voordat we de stem uitgebracht hebben. Oftewel, aan de bak hier in de regio. Dat is jouw boodschap. Weet waar je voor stemt. Uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal wel betaald worden, hè? Ja, natuurlijk. Maar we willen wel een ziekenhuis. We willen zorg hier in de regio. Als je kind met een gebroken been op een sportveld ligt, dan kun je straks naar Utrecht of naar Nijmegen rijden. En dan heb je geen post meer. Ja, een eerste hulppost zeg maar met huisartsen. Maar niet meer in het ziekenhuis. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Maar wel opletten geblazen. Maar het partijkartel laat wel hun plannen daarmee doorrekenen en roepen dat het allemaal zo goed komt. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Dat is voor de gekhouwerij. Als we even teruggaan naar Astrid de Groot zelf als persoon. Mm-hmm. Je maakt nu zeg maar de campagne mee, debatten op televisie. Hoe zie jij dat nou? Hoe kijk je dat er zelf tegenaan? Bijvoorbeeld het Carré-debat, zul je vast gezien hebben. Ja, ik vond het, ik zeg weer saai. Het is, er kwam geen vuurwerk vanaf en dat zou toch wel moeten. Ik denk wel dat ze elkaar toch wel iets meer zouden kunnen aanvallen op allerlei punten. Want ze verschillen wel degelijk in hun partijprogramma's. En dat is jammer, want dat zorgt weer dat de kiezer niet geïnteresseerd is. En we gaan er juist voor dat die bevolking betrokken moet worden bij de politiek. En dat lukt je niet met een saai debat.
Oké, okay, ja, ik vond het inhoudelijk een best wel goed debat. Maar je ziet inderdaad dat stellingen onderling afgestemd zijn. Ja, absoluut. Maar dat is ook compleet logisch natuurlijk. Ja. De opkomst van Jesse Klaver, GroenLinks. Mm-hmm. Wat vind ik daarvan? Ik denk dat de kiezer dat zelf bepaalt. Ik denk dat Jesse Klaver is een hele leuke jonge man. Maar ja, de partijen met de inhoud, dat is het Europa wat ze aanhangen. Het groene beleid waarmee ze de agrariërs de nek omdraaien, vind ik. Je moet daar toch wel wat subtieler in zijn en het is mijn partij niet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Asscher binnen de PvdA. Dat is ook heel wonderlijk om te zien hoe het met die partij vergaat op het ogenblik. Ja, ik denk dat Monars bijvoorbeeld is een voorbeeld met partij Nieuwe Wegen, die hier in Tiel ook een vertegenwoordigster heeft, die daar veel over kan vertellen. Die heeft hier ook gezeten, hoe de gang van zaken is. En ik denk dat ze de verkeerde partijleider gekozen hebben in deze. Als ik Abu Taleb gisteravond op tv zag, nou, dat is wel een ander cachet. Ja, maar die wilde niet, hè? Die wilde niet, maar ja, goed, wie weet. Ja. Hey, tot slot. Als je kijkt naar het forum, waarom mm-hmm. moeten mensen op het forum gaan stemmen? Je hebt het eigenlijk al een beetje verteld, maar mm-hmm. kort en krachtig. Ja, het is een duidelijk verhaal. Wij willen uit de EU, niet uit Europa, maar willen uit de EU. Onze soevereiniteit moet terug en we willen de dynamiek terug in Nederland. En dat klinkt allemaal vrij vaag, maar met dynamiek bedoelen wij echt de mensen moeten weer betrokken worden bij de politiek, waardoor er interesse in komt in de politiek, meer invloed, waardoor wij allemaal ons gehoord voelen. En daar draait het om. Ja, dat is de basis. Ja. En vervolgens die plannen uitwerken. Mm-hmm. En kijken of het kan met de centjes die beschikbaar zijn. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat wij hebben op onze plaats 4 en 5. Dat is Henk Otte is een econoom en de nummer 5 is Paul Ventrop, hoogleraar goed bestuur. Trouwens de beste vriend van Theo van Gogh. Deze heren die hebben een prachtig plan geschreven wat goed onderbouwd is. En een van de zaken die daarin zitten is de belastingvrije voet van €20.000. En daar raak je iedereen mee. De mensen die geen werk hebben. De mensen die wel werken, want dan wordt het lonend om te werken. Als ik zei, we houden het even kort. Ja, ja, maar ik ben zo gepassioneerd. Ga nog even door. Ja, precies. Nee, maar, en dan raak je dus ook de AOW'ers mee die laag in hun budget zitten. Dus dat zijn de zaken waar wij voor gaan. En ik denk dat wij hele goede plannen hebben die totaal anders zijn. Anders qua insteek als alle andere partijen. En ik daag iedereen uit, lees het op internet, volg ons op Facebook. En dan hoop ik dat jullie, als je bij de stembus staat, denkt van nou, we gaan toch voor Forum voor Democratie. Nou, we gaan jou daar heel veel succes bij wensen. Mag ik je danken voor het gesprek? Ja, heel graag. Dank je wel.